Willem de Kluin, voorzitter van ANO Fonds Provincies. Zielzaligheid stopt u in het vraagstuk HR. Waarom? Wat is het allerbelangrijkste waarom u zich daar zo mee bezighoudt? Omdat we de werknemer zo goed mogelijk in zijn vel, in zijn kracht willen laten zijn. En om de werkgevers het goed personeel te laten hebben. Dat moet inderdaad de perfecte match op. Waarom doet u dat als persoon? Want u kan heel veel dingen doen. Waarom dit thema? Waarom deze mensen? Je werkt inderdaad gewoon 8 uur of meer per dag. En dat je dan inderdaad met plezier naar je werk gaat en met plezier je werk doet. We hebben vanochtend juist in de lezing gehoord van Weggeman. Dat inderdaad gewoon het meeste oplevert. Het gaat om plezier. Een van de dingen die je als ANO Fonds kunt doen is daar een bijdrage voor werknemers door het hele land. Waar zet u uw geld op in als u mag mij bijdragen aan meer plezier voor werknemers? Waar zet u uw geld op in? Op dit moment is binnen overheidsland het begrip mobiliteit een heel groot thema. Iedere overheidsorganisatie zit met een teveel aan personeel. Als vakbonden, ik zit in het ANO Fonds namens vakbond, willen we graag mensen inderdaad van werk naar werk helpen. Maar wel inderdaad op zo'n manier dat mensen inderdaad gewoon plezier kunnen. Dus het belangrijkste voor u is komend jaar, er moeten mensen weg uit de overheid. Kan je dat op een fatsoenlijke manier doen, mensen van werk naar werk begeleiden? Dat is uw voornaamste punt komend jaar. Ja, correct. Veel dank.